mooiste dagen van het jaar toch wel. Want ook al zijn we frisse veertigers, we worden toch gelukkig als we dit nog eens horen. Bart Peters met Lotte en Frauke samen. En Knik die Klaas en voor de kinderen die een kluts een beetje kwijt zijn. Ja, Americo is ook de naam van het paard van Sinterklaas. Maar bij Bart Peters werd hij slecht weer vandaag ook. Ja, maar dat is wel Suske en Wiske, Bob en Bobet. Ja, het is... In elk land een andere naam. Zo is dat inderdaad, beste kindertjes. Ja. Wacht, nog één keer gaan we spelen. Straks over Johnny Holiday moeten we het hebben. Als jullie favoriete liedjes van Johnny Holiday hebben, laat maar komen, want we gaan er eentje draaien. En we kennen ze niet allemaal zo ongelooflijk goed. Hè. Dus alle hulp is welkom, 6-2-2 op de app. Ik wil zo graag gaan. Holiday. Dat is niet van, van Johnny. Als eerbetoon. Nee. Oh. Ah ja, zo. Als eerbetoon. Is dat een mooi liedje? It's a holiday. Dat kan ook. Ja, nee. We hebben een fantastisch berichtje gekregen van een meisje, een groot meisje van 7 jaar, van Anna Katinka Plovia uit Meissen. En heeft dit ingesproken op onze app van Joe. Ik ben Anna Katinka en ik zou graag nieuwe schoenen willen voor mijn papa, want zijn zolen zijn versleten. Dank u. Goedemorgen, dag Anna Katinka. Hallo? Hallo? Anna Katinka, wat een mooie naam zeg. En jij speelt voor je papa vandaag. Ja. Zit hij naast jou? Ja. Oké, ja. Hij gaat supporteren voor jou, hè? Een beetje influisteren waarschijnlijk. De laatste dag hebben we dan toch maar een papa uitgekozen, want de papa's waren een beetje boos. Dat mama's alleen mochten meedoen. Zeg maar, Anna Katinka, je gaat elkaar je best moeten doen, want zijn tenen zitten bijna door zijn schoenen, hè? En dat is niet fijn, hè? Het gaat sneeuwen dit weekend misschien, dat wil je niet hebben. Dus we hebben hele moeilijke vragen wel, Anna Katinka. Je moet dus echt wel heel goed je best doen. Het is niet makkelijk, het spelletje. Dus als je niet 5-5 haalt, helemaal niet erg, hè? Dus goed je best doen, oké? Ja. Oké, okay, vraag 1. Wat is, Anna Katinka, jouw lievelingsdier? Wat is jouw lievelingsdier? Een eenhoorn. Een eenhoorn! Oh, juist, amai, goed antwoord. Jee. Vraag 2. En wat voor een geluid maakt een eenhoorn? Doe maar. Dat is je eenhoorn hoort. Vraag 3. Wat vind je het fijnst? Opruimen of heel veel rommel maken en die moet papa dan opruimen, die rommel? Opruimen. Echt? Voorbeeldige kindjes. Ja? Ja. Kunnen we dat goed? Ja, ik keur het helemaal goed. Ja. Proficiat, 300 euro schoenen al voor de papa. Vraag 4. Hoe heet de kabouter uit Plop die altijd kwabbelt? Hoe heet de kabouter uit Plop die altijd kwabbelt? Hoe zo moeilijk? Kwabbelt? Ja! Nadenken, wat is helemaal juist. Proficiat, 400 euro. En kunnen er 500 worden met vraag 5. Denk je, liefste Anna Katinka, denk je dat jouw papa jou een briefje van 10 euro gaat geven als je deze quiz wint? Ja. Ja. Ja! Anna Katinka en geniet nog van deze mooie Sinterklaasdag. Om te ravotten, te feesten of netjes bij de schouw te zetten. De schoenen, die vind je bij Torfs. Ik vond eigenlijk een beetje een onnozele wedstrijd in het begin, Anke, maar ik heb er mij goed mee geamuseerd. Volgend jaar nog eens? Misschien, maar goed bedacht. Dankjewel daarvoor.